Yo, beste kijkers van Golden Eagle Channel. Leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe vlog. En zoals jullie kunnen zien, ik zit vandaag weer op de fiets. Het is weer gelukkig mooi weer, dus dat betekent weer dat we buiten een vlog kunnen opnemen. En wat we vandaag gaan doen is, wij gaan vandaag weer op pad. We moeten weer eens wat boodschappen naar huis halen. En dat is hetgene wat wij zo meteen eens gaan doen. En als we dan thuis zijn, dan moet ik nog even video's renderen. En als ik dat allemaal heb gedaan, dan weet ik trouwens niet. Ja, om 7 uur beginnen natuurlijk de livestream, zoals jullie normaal gesproken weten. En dat is dus ook iets wat ik natuurlijk vandaag ook weer heb. Dat is natuurlijk weer zaterdag, dus dan is het natuurlijk weer 7 uur tijd voor een gloednieuwe livestream. En natuurlijk, dus wat ik zeg, vandaag eerst even boodschappen halen. Even lekkers voor vanavond meenemen, ook heel belangrijk. Moet ook natuurlijk gebeuren. Want dit is wat ik zeg, mijn kasten waren onderhand weer een keer leeg. Dus laten we dat maar eens gaan doen, even kijken of we dat kunnen vinden. En dan zou ik zeggen, ik zie jullie zo meteen weer. Zo, en daar ben ik weer. En op dit moment ben ik alweer terug naar huis aan het gaan. Ik zie trouwens dat mijn camera net niet helemaal goed staat, dus ik zou hem iets hoger moeten houden, maar het maakt verder niks uit. Of jullie zien mijn hand of whatever ook. In ieder geval, ik zit weer lekker op mijn fiets en ja, dat gaat toch ook lekker makkelijk vloggen vanuit de fiets. Ik ga vanavond lekker spaghetti maken. Ik vind een spaghetti pasta is altijd heerlijk, dus vandaar dat ik zoiets af van. Het is trouwens ook lekker makkelijk, dus ja, vanavond gewoon lekker pasta op mijn menu. En dan kan ik het morgen ook wel lekker eten. Want ik eet vaak twee keer hetzelfde. En heel af en toe natuurlijk als er echt... of het is speciaal spul of zo, dan eet ik maar één dag. Maar heel vaak, omdat ik toch voor mijn eigen moet koken. Ik kook vaak voor 2 dagen. Ja, dus wat ik zeg, ik ben bijna thuis. En voor mij was het geslaagd. Ik heb voor vanavond nog wat lekkers meegenomen. Lekker brie en zo. Dus dat komt heel goed. Ik zou zeggen, ik zie jullie zo meteen weer als ik thuis ben. Zo, en dan ben ik alweer thuis aangekomen. En ik heb wel heerlijke spullen meegenomen voor pasta, lekkere groentes. Een heerlijke pot met saus. En natuurlijk niet te vergeten de spaghetti. Spaghetti à la Golden Eagle ga ik vandaag maken. Heerlijke spaghetti natuurlijk. Ik hou echt van wat ik net ook op de fiets zei. Van spaghetti alleen helaas, mijn excuus ervoor. Af en toe zag je alleen maar dit gedeelte, maar daar kon ik niks aan doen. Ik had de camera blijkbaar niet goed gerecht staan. Dat heb je als je dan aan fiets bent, is het heel erg moeilijk om het natuurlijk te gaan veranderen. Maar in ieder geval, ik heb hier mijn spullen lekker staan. En daar achter mij heb ik ook weer lekker mijn producten staan. Lekker rijstwafels meegenomen, is ook altijd wel lekker. Of zoals van s'avonds, middags, ochtends. Je kunt een rijstwafels altijd eten lekker met pasta of iets anders erop. Ik vind ook kaas. Ik vind echt alles op rijstwafels gewoon super lekker. En dan heb ik lekkere maisbolletjes meegenomen. Dat zijn bolletjes met wat maiskruiden erop. En een heerlijk stuk brie. En verder nog wat dingetjes aangevuld. Dus dat komt helemaal goed. Ik zou zeggen, hopelijk vonden jullie het alsnog gewoon leuk. Want ja, sorry, mijn excuus ervoor dat net het vorige gedeelte een beetje misging. Zo. En mijn eten is bijna klaar. We gaan een rondje draaien. En hier zo zien jullie de heerlijke pasta sausen. En natuurlijk de pasta die is nog aan het koken. Die is nog niet helemaal klaar. Denk een kleine 5 minuutjes. Dan kan ik daar lekker gaan eten. En geef je even, het ziet er lekker uit hoor. Kijk, ik ga jullie het laten zien. Zo, en dat is natuurlijk mijn eten voor vanavond. En dan gaan we zo meteen nog even snel een opname maken voordat de livestream begint. Want om 7 uur moet ik natuurlijk alweer live. En ik moet nog 1 opname maken. En waarschijnlijk wat een spelletje Call of Duty of zo. I don't know wat ik ga opnemen. Ga ik daar kijken. Maar waarschijnlijk Call of Duty. Daar heb ik op zich best wel zin in. Free for All Challenge of zoiets. Ik zou zeggen, ik zie jullie zo meteen weer. Zo, en dan ben ik weer voor de laatste keer van vandaag. Mijn stream zat weer op. Het was hartstikke gezellig. En jullie weten wel wat ik heel vaak na een stream ga doen. Sowieso ga ik daar eerst lekkere rijstwafels pakken. En dan doe ik dan lekkere brie op. Of lekkere pasta. Ik vind dat zo lekker altijd s'avonds. Ik heb wat lekkers natuurlijk te drinken erbij gepakt. Want ik ga natuurlijk nu nog samen met Noah een potje Battlefield Hardline spelen. Misschien horen jullie hem ook al op de achtergrond. Zeg eens hallo. Kijk, daar horen jullie misschien. I don't know of jullie hem horen. Ik zou het niet weten. Als jullie hem niet horen, dan horen jullie hem lekker niet. Maar in ieders geval, wij gaan zo lekker nog een potje Battlefield Hardline spelen. Verder niks interessants eigenlijk. Hopelijk vonden jullie deze vlog. Laat dan even een blauw duimpje. Hopelijk vonden jullie deze vlog. Laat dan een blauw duimpje. Wauw.
goede tekst. Maar ik bedoel eigenlijk, vonden jullie deze vlog niet leuk? Laat even een blauw duimpje omhoog achter. Zou enorm awesome zijn. En hopelijk zie ik jullie weer morgen bij een gloednieuwe vlog. Of bij een andere video hier op dit kanaal. Zou enorm awesome zijn. En dan zou ik zeggen, nogmaals bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot snel.